Goedemorgen. Goedemorgen. Goh. Oh man, jij zit er ook vroeg bij. 7 uur, lichten aan. 7:30 ontbijt. Spiegelijf, omelet. Ja, kijk. Ivo, ik apprecieer dat heel erg, maar ik ben nu al te laat. Oh, geen probleem. Hier, hier, drink dat tenminste niet fruit zo. Ja. Zo. Dat is goed. Kom. Ik ben blij dat je zei. Tot straks, hè? Ja, tot straks. Hé, wel, Ivo? Voor mij noemen dit. Kom in orde, Ivo. Goedemorgen. Chef. Chef. Wat is Meggis? Te lang naar de late night poker liggen kijken? Nee, veel straffer. Oh, je maakt me curieus. Hoor, ik was er gisteren op straat aan het lopen. Ik kom ineens twee bloedmooie Italiaanse grieten tegen en die vragen of ik goesting heb in een trioken. Je zei dan zeveren. Nee, nee. En dan heb ik naar mijn goede vriend Rob de Maag gebeld voor advies. En hij zei tegen mij dat ik beter in mijn bed zou kruipen, want ik anders vandaag te moe zou zijn. En dan heb ik heel de nacht wakker gelegen en beseft dat dat advies van Rob de Maag op geen zak trekt. Sorry, hè, vriend. Ik heb altijd gedacht dat prinsessen graag kikkers kussen, maar deze prinses blijkbaar niet. Nee. Zeg, mannen, de naam Freddy Verstraten, zegt jullie dat iets? Nee. Geachte hoofdinspecteur, Freddy Verstraten verdiende te sterven. Hij zaaide dood en verderf in het bos van Lop. Ja, Van In. Wat blieft? Oké, we komen eraan. Toch niet Freddy Verstraten? Ja. En staat er toevallig geen naam onderaan die brief? Wauw, inspecteur Rob de Maagd. Wat een topspeurwerk. Zeg, wat is dat allemaal, joh? Dat is niks. Dat waait wel weer over. Hmm. Vind je, Dominique? Leo? Ja. Zelfmoord kunnen we uitsluiten, neem ik aan. CO-vergiftiging? Hoogstwaarschijnlijk wel, hè. Maar ja, daar heb ik pas zekerheid over na het bloedonderzoek. Tja, maar ik dacht dat dat niet meer ging met die wagens van tegenwoordig. Jawel, jawel. Het duurt alleen wat langer, hè. En alles was goed afgeplakt. Goed voorbereid en precies uitgevoerd. Zo heb ik het niet graag. En hij was de eigenaar van die garage hier. Ja, ja, hier. Zijn naamkaartje. Best wel grappig. Freddy, sterk in zwart werk. Dat is wel goed nieuws, hè. Kunnen we tenminste de ontevreden klanten al uitsluiten. Allee. Courage, hè. Ja. Dag, mannen. En dat was 2 weken geleden? Ja. Oké, dank je wel. Geen computers te vinden bij Freddy Enterprise. Ja. En naar een boekhouding zullen we ook lang kunnen zoeken, vrees ik. Ik denk dat ik iets heb. 2 weken geleden had Freddy problemen met een paar groene jongens. Die hebben zijn poort geblokkeerd en hij heeft ze bekogeld met versleten autobanden en zo. Misschien zijn ze wel teruggekomen om zich te wreken. Hoe belachelijk is dat? Waarom zijn er weer belachelijk, smeekjes? Rob, die gasten gaan hier niet open en bloot demonstreren om dan 2 weken later terug te komen om iemand van kant te maken, hè. Of we een debiel moeten zijn om dat te geloven. Hey, gaan hij een tutter, ja, kwak. Zeg, zal het gaan, jullie twee, ja. Zo gaan we die zaak niet oplossen, hè. Allee, Rob, jij blijft hier. Misschien zijn hier nog wel andere getuigen te vinden. Hè? En jullie twee naar het bureau, kom. Hé. Hey. Ik wil alles te weten komen over dat bos in Loppen. Kom aan, en zonder zeveren, hè. Hoe staat het met de zaak Verstraten?
Niet goed, hè? Proces-verbaal over het bos van Lophem. Blijkbaar heeft Freddy daar een stuk bos gekocht en alle struiken en kleine bomen verbrand en daar dat volgestouwd met autowrakken. En dat zijn nog PV's over illegale verbrandingen en het doorboren en verwijderen van uitlaten. Nu, drie van die PV's zijn er gekomen na een klacht van een zekere Jacques Carlens. Zo gaat iets, hè? Ik weet niet. Van In. Dag, hoofdinspecteur Van In. Zeg, wat had u gedacht van een kabeljauwhaasje op een bedje van lentegroentjes voor vanavond? Huh? Ja. Ja, dat klinkt goed, hè? Zeg, dat mag ook wel een beetje enthousiaster, hè? Tegen een uur of zeven? Zeven uur. Ja, dat kan. Ja, dat is goed. Allee, tot dan, hè? Ja, dag. Bon, waar waren we? Zeg, die commissaris. Die blokkades, die waren toch redelijk serieus, hoor. Want er zijn behoorlijk wat klappen over het weer gevallen. Een van de buren sprak zelfs over doodsbedreigingen. Dat heb ik gezegd? Ja. Maar spijtig genoeg was het wel altijd Freddy die schreeuwde dat hij ze ging overhoop schieten. En het ook namen? Ja, eentje. Jacques Carlens of Carlens. En dan nog een paar beschrijvingen. Ze moeten met een man of 4, 5 zijn geweest. En een van de buren die had een topbeschrijving. Drie hadden half lang haar. En ene... was een spichtige, graatmagere kleine jongen. Weet je dat? Ik heb onze Freddy eens gegoogeld en ik heb een zeer interessant artikel gevonden over de blokkade. En er worden vier van die groene jongens geïnterviewd. En ze staan er alle vier in met naam en toenaam. Is dat zo? Als je het dan toch allemaal zo goed weet, hè? Los het dan zelf op, ja? Het werk, konijn. Smeekens en Cox, ik wil zoveel mogelijk van die gasten in mijn verhoorkamer. En vandaag nog, hè. Kom aan. Dwergkonijn, wat is het allemaal? Het is zoals we dachten. CO-vergiftiging. En weet je ook sinds wanneer? Vannacht tussen 2 en 4. Maar er is nog iets. Ik heb in zijn bloed restanten gevonden van een spierontspanner. Geen grote dosis, maar genoeg om hem weerloos te maken. En hem zonder tegenstand vast te tapen? Ja. Zo'n spierontspanner, kun je dat gemakkelijk krijgen? Ja, maar niet zonder voorschrift. Natuurlijk, ziekenhuizen hebben dat. Hè? Anesthesisten gebruiken dat veel. En veeartsen. En voor de rest vingerafdrukken of andere sporen misschien? Nee. Nu, wie het ook gedaan heeft... hij wist wel waar hij mee bezig was, hè? Dat is goed, hè, Van In. Dan heb je ook je job, hè? Nog één vraagje. Zo'n spierontspanner. Blijft je dan bij bewustzijn? Ja, in deze dosis wel. Je hoort en je ziet alles, maar je kunt niet bewegen. Je kunt zelfs niet met je ogen knipperen. Bedankt. Ik heb dat stuk bos in Lophem zelf nog niet gezien. De karren zei dat ze de doorgang van... is de karren? Jacques. Jacques Carlens. De karren zei... dat ze de toegang van een garage gingen blokkeren. Ik vond dat wel cool. Ik vond dat wel cool, de toegang van een garage blokkeren. Mag ik dat opschrijven als motief van de blokkade? Waar waart je tussen 2 en 4 vannacht? In mijn bed. En is er een vriendinneke of een vriendje dat kan bevestigen? Fuck you, nerd. Heb jij lief? Ja, natuurlijk. Heeft er iemand tijdens de blokkade gesuggereerd dat Freddy beter dood zou zijn? Ja, de karren. Die heeft dat zeker eens gezegd. Jacques Carlens. Die heeft gezegd dat Freddy beter dood zou zijn. Je hebt hem nog niet ondervraagd, hè? De karren. Nee, waarom? Omdat je anders zo geen stomme vragen zou stellen. Rustig, rustig. Kunt je via uw werk of uw vrienden gemakkelijk aan verdovende middelen geraken? Via de karren zou dat wel lukken. Een veearts die heeft die dingen toch wel in huis, zeker? Dus de karren is veearts? Ja, en dan? Hij zou tijdens de blokkade ook geroepen hebben dat Freddy beter dood was geweest. Ja, hij bedoelt dat niet zo, hè. Hij wilde zeggen dat beter was dat alle mensen dood waren. Oh, is dat zijn ideaal? Een wereld zonder mensen? Ik zie dat we elkaar begrijpen. Hé, hey, gast, waar waren je tussen 2 en 4 vannacht? Aan het werk. Een kalfje in stuitligging. Dat is altijd riskant. En kunt u gemakkelijk aan spierontspannende middelen geraken? Zeker. Ik gebruik Pavillon voor de lange ingrepen en Mioplegine voor de korte. Mioplegine, dat werkt ongelooflijk snel.
Zeg, uw medeblokkeerders die beweren dat u Freddy Verstraeten met de dood bedreigde. Dat zou me verbazen. Je hebt toch gezegd dat hij beter dood zou zijn? Dat is niet hetzelfde. Klopt niet helemaal, hè, meneer Carlens. Kijk, je ziet er mij niet echt het type uit dat garages zou gaan blokkeren. Weet u waarom er de laatste tijd zoveel misloopt, inspecteur? Omdat de mensen die weten waarom het misloopt, zich opsluiten binnen de muren van hun huis en niets doen. Die blokkade heeft er niks mee te maken. Nee. We zijn nu gewoon aan het zien of dat er nog andere aanklachten tegen die Freddy zijn ingediend. Het is nou zo. Voor ik het vergeet, is lekkere maat. Heel lekker. Merci. Mag ik blijven? Je moet blijven. Wat ik raar vind, is dat die moordenaar je op voorhand een brief stuurt. Nou, niet achteraf, hè. Dat is een enorm risico, hè. Stel dat die brief te vroeg aankomt, dan is de kans groot dat je hem op Peterdaad betrapt. Het is alsof dat hem spelletjes aan het spelen is. En dat is wat mij ook zo ongerust maakt. Je denkt dat er nog aan komen? Ja, daar ben ik bang voor. Is er zeker? Ja, maar het is goed. Ik kom. Ja, sorry, Ivo, maar een tweede lijk. Zelfde daver? Waarschijnlijk, ja. Allee. Hey, oh. Ik denk dat tenminste in vitamintjes, hè. Zeg, en koop dus wat kleren, hè, want... Wat is daar mis mee? Ik ben blij dat je druk bent. Sorry voor gisteren. Het zal niet meer gebeuren, hoor. Uh-huh. En, wat hebben we hier? Mark Descamps, zaakvoerder van dat spel hier. Het is de moeite, hoor, want zoiets heb ik nog nooit gezien. Een infuus? Ja, van 40% alcohol. Gegarandeerd dood. Hè? Eerst in coma en daarna uiteindelijk dood door het uitvallen van het ademhalingsstelsel. En dezelfde tape? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Mensenlief. Ik heb met een paar van de werknemers gesproken en volgens hen had de basisgeurs drankprobleem. Een garagist die stikt in uitlaatgassen. Een alcoholieke dan een infuus met overdosis. Wat probeert die gast ons te vertellen, joh? Geen idee. Maar Jelle en Tom onderzoeken nu of de twee slachtoffers elkaar kenden. Hmm. En of er eventueel een verband bestaat tussen hen. Laat een Tom die computer binnenstebuiten halen. Hè? Als er een link is tussen die twee, dan moeten we daar zo snel mogelijk achter komen. Anders dan kunnen we ons morgen aan nummer 3 verwachten. En Leo, probeert er iets achter te komen of dat er weer spierontspanner is gebruikt. En zo ja, welk merk, want dat is voorlopig ons enig spoor, hè? Hey, come on. Elke seconde telt. Ja, Tommeke. Ja. Ja, is goed. We komen eraan. Er is een tweede envelop. Geachte hoofdinspecteur Van In, ook Mark Descamps verdiende te sterven.
Ondanks de vele veroordelingen bleef hij in zwaar dronken toestand rondrijden. Bijgevoegd vindt u de beelden die dit kunnen bevestigen. Heb je al iets gevonden? Nee, nog altijd geen verband. Misschien is er ook geen, hè? Dat kun je toch niet menen? Rob, dit is toch een totaal ander motief dan groen extremisme? Misschien is er ook niet dezelfde dader. Hm? Nu moet jij schoen aan mij luisteren, hè, gast, met die gigantische flaporen van u. Misschien is er gewoon helemaal geen link. Hij leest over de veroordeling van die slachtoffers en hij denkt de wereld is beter af zonder hen. Ja? Ja. Dan moet jij eens goed naar mij luisteren, hè? Sherlock van mijn voeten. Je gaat niet zomaar wilvreemde mensen vermoorden omdat ze toevallig een paar veroordelingen hebben, ja? Ik zeg u dat er een verband is tussen die twee slachtoffers. En als jij dat niet wilt inzien, prima. Maar misschien zit jij dan niet op uw plaats. Is dat nu godverdomme gedaan? We zitten hier met een dubbele onopgeloste moord. En het enige wat jullie kunnen doen is ruzie maken als een stel debiele pubers met een acute hormonenopstoot. Dus ik zou graag willen weten of dat ik jullie naar huis moet sturen of dat die zever nu kan ophouden. Nu, ja? Ik hoor niks. Ja, dan nee, ja. Oké. Okay. Bon. Je gaat al die PV's terug nakijken. Wie had er een motief dat sterk genoeg was? Jij, Tom, bij die Descamps en jij bij Verstraten. En jij gaat met mij mee, kom. Godverdomme. Kijk, ik weet niet wat er hier aan de hand is en ik hoef het ook niet te weten. Maar je moet geen genie zijn om door te hebben dat jij er iets mee te maken hebt, hè? Dus doe ons allemaal een plezier en los dat op, ja? Wat is er? Niks. Niks? Dat had ik nog nooit gezien. 9 promille alcohol in zijn bloed. En dat is dodelijk? Ah ja, 3,5 kan al fataal zijn. Maar ik denk niet dat hij gestorven is door alcoholvergiftiging. Hij heeft ook een grote dosis spierontspanner gekregen. Genoeg voor het falen van de longspieren. En het hart? Nee, nee. Het hart niet, hè. Dat is een onwillekeurige spier. Die blijft gewoon voortwerken. Dus hij is gestikt? Ja, maar ik denk niet dat hij er veel van gemerkt heeft. En die spierontspanner, weet je daar nu al iets meer van? Merk of herkomst of zo? Nee, maar je moet eens naar de ziekenhuizen bellen, hè. Misschien is er ooit ergens een dosis gestolen en vonden ze het niet belangrijk genoeg om het aan te geven. Ja, ja, oké. Bedankt, Leo.
Allee. We zitten met twee lijken en niet veel tijd. Freddy Verstraeten is vermoord omdat hem een bos kapot heeft gemaakt. En Mark Descamps omdat hem dronken rondreed. Maar er is geen link, tenminste. Allee. Wij vinden ze niet, hè. Waarom stuurt hij ons brieven? Om zijn daden te verantwoorden. Die gast voelt zich een vigilante die het recht in eigen hand neemt. Dat is het, een vigilante, dat is het. Ik denk dat dus niet, hè. Dat is wat hij ons wil doen geloven. Die brieven die moeten ons gewoon afleiden. Allee, vergeet die milieumisdrijven eens. Rob, zitten er tussen die andere PV's zaken die iemand tot moord zouden kunnen drijven? Nee. Onrechtstreeks misschien? Kijk, door die chiptuning rijden die auto's natuurlijk veel te snel. Er was een proces omdat Freddy Verstraeten illegale bullbars had geïnstalleerd op een jeep. Die je meisje daarna van de weg heeft gemaaid. Aan de Gentpoort. Ja, waarom? Dat is het. Mark Descamps is aangeklaagd omdat hij een werknemer dronken had gevoerd en toch naar huis heeft laten rijden. En die werknemer heeft dan een meisje aangereden aan de Gentpoort. En heb je ook de naam van de meisje? Lize Meersman. Lize Meersman, ja. En de naam en adres van die werknemer? Ja, hier, Peter van Kerkhoven, Kloosterstraat 5, Sint-Andries. Peter van Kerkhoven. Maar naar jullie gaan dat naartoe. Als de link klopt, is Peter van Kerkhoven ons volgend slachtoffer. Ja, proberen, hè. Hey, Cox, ik wil een lijst van alle nabestaanden van die Lize Meersman, ja? Nee, Rob, echt, sorry. Sorry dat ik zo rot gedaan heb tegen u. Ik heb dat niet mogen doen. Dat is goed, ja. Ja, maar ja, ik voel me daar ook niet goed bij. Ze. Dat snapte toch ook. En op een gegeven moment... Tom, het is goed. Jezus. Zeg jij nu kwaad op mij? Nee. Wat? Nee, het is goed. Kom aan. Oei. Zeg, die Lize Meersman, dat meisje dat is verongelukt? Ja. Die had nog één broer en die is heel jong gestorven. Oh, nee. Wat, hè? Kijk, die moeder die is ook dood. Dus die vader die is alleen overgebleven, Hendrik Meersman. Ja. Neemt je ook de foto? Die vader die Freddy Verstraeten en Mark Descamps heeft aangeklaagd, hè? Ja, een proces aanspannen is één, hè. Iemand vermoorden. Verwacht jij iemand? Nee. Goedendag, Peter van Kerkhoven. Ja. Meneer van Kerkhoven, ik ben inspecteur de markt van de LOD Brugge. Dit is mijn collega Tom Smeekes. Wij zouden u even willen spreken, kan dat? Ja, ja, kom binnen. Veearts. Hendrik Meersman is veearts. Hola. Heb je ook een adres? Het zal nog zeker 20 minuten duren voor je stopt met ademen. Dus we hebben nog wel wat tijd, hè. We kunnen de balans van uw leven opmaken. Carolien. 42 jaar, moeder van 2 kinderen. Op een avond rijdt ze naar huis. Ze kwam van een vergadering of zoiets. En opeens wordt ze een slag. En ze denkt dat ze een hond heeft aangereden. Dus ze zet de auto langs de kant. Ze stapt uit om te gaan kijken. En ze wordt van de weg gemaaid. Door een auto die tegen een veel te hoge snelheid passeert. Nu, achteraf blijkt dat de chauffeur 2,4 promille alcohol in zijn bloed had. En diezelfde chauffeur was al een paar keren veroordeeld voor dronken rijden. 1 keer zelfs tot een gevangenisstraf. Maar ja,
zijn briljante en zeer ambitieuze advocaten heeft die gevangenisstraf kunnen omzetten in voorwaardelijk. Als die gast effectief in de bak had gezeten, dan zou Caroline nu nog leven. Ik vraag me af, viert je dat dan, zo'n uitspraak? Is dat dan een soort van overwinning? Doet dat deugd? Well, ik was nog maar een maand in dienst. Dat is nu 4 jaar geleden. En meneer Descamps dronk altijd zelf mee. Heel veel. En hij deelde altijd alles met zijn personeel. En ja, ik ben dus die vrijdagavond stronsnat geworden en op weg naar huis ben ik dan in slaap gevallen. En de vader van het verongelukte meisje, heeft hij je ooit bedreigd? Nee, nooit. Dat was een hele lieve man. Dat is... Daar, achteraan. Sven de Kok. 20 jaar, beloftevolle voetballer. Wordt op de parking van een discotheek overhoop gereden door een halve zot die stijf staat van de ecstasy. Diezelfde, geniale advocaten, slaagt erin om aan te tonen dat Sven zelf schuld heeft aan het accident. Door roekeloos gedrag. De jongen zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Hij heeft geen cent schadevergoeding gezien. Chef? Freddy Verstraeten, Peter van Kerkhoven en Mark Descamps. Wie is dat? Ik heb zo'n vermoeden. En Freddy Verstraeten, waarom moest hij sterven? Zo, ik kende Freddy al heel lang. Hij was... goedkoop en ja, die kon altijd van alles regelen. En hij heeft mijn boelbars op mijn jeep geïnstalleerd. En volgens het verslag van de wetsdokter waren die verantwoordelijk voor die dodelijke hoofdwond. Sorry. Ja, Pieter? Ja? Momentje. Het is mijn chef. Hij zou graag de naam van u een advocaat willen weten. Donkers, meester Donkers. Lize Meersman. Dat is mijn dochter. Ze kwam van school. Het was een vrijdag. Ik zie ze nog vertrekken 's ochtends. Vol hoop, vol leven. Na de week erop ging ze 16 worden. Maar een van uw cliënten heeft daar anders over beslist. Peter van Kerkhoven. Straalbezopen op het moment van de feiten. Maar tijdens het proces... heb jij kunnen aantonen dat de vaststellingen gedaan door de politie onrechtmatig waren. En Van Kerkhoven is vrijgesproken op basis van procedurefouten. Ja, dat wordt gezegd, hè. Dat iedereen recht heeft op een verdediging. Ik ga daar niet mee akkoord. Maar troost u, ik ga u helpen. U zult de miserie die je hebt aangericht niet meer moeten aanzien. Fuck. Okay.
Haar toestand is stabiel. Bedankt, dokter. Bedankt uw collega, maar want zonder zijn tussenkomst had ze het zeker niet gehaald. Knap werk, Tom. Ja, oké. Bedankt, Rob. Die advocaat die komt er wel door, maar voor Meersman waren ze te laat. Die is gaan lopen. Ik heb even met de buren gepraat. Allemaal in shock, zeker? Het is wel een schrijnend verhaal, hè? Die mensen waren al een zoon kwijt aan een of andere zeldzame kanker en dan 4 jaar geleden hun dochter weggemaaid van het fietspad door de zatte van Kerkhoven. Wat sommige mensen toch allemaal moeten doorstaan, hè? Ja, maar wacht, dat is nog niet alles. 3 maanden geleden heeft zijn vrouw zelfmoord gepleegd. Die kon het niet meer aan. Meersman heeft zich blijkbaar altijd sterk gehouden. Hij hield zich constant met die rechtszaken bezig, waar alle schuldigen achter de tralies. Maar dat lukte dus maar niet, hè. En de zelfmoord van zijn vrouw was een druppel. Volgens die buurvrouw is hem jarenlang elke dag zijn kinderen gaan bezoeken op het kerkhof. Maar toen zijn vrouw gestorven is, toen zijn rolluiken hier dicht gegaan en is nooit meer buiten gekomen. En had hij dus ook al een tijd om zijn plannen voor te bereiden? Ja. Meneer Van Kerkhoven, wij willen u omwille van uw eigen veiligheid vannacht hier houden. En waarschijnlijk kunnen wij u vanaf morgen dan een meer comfortabelere oplossing bieden. Hoewel sommige mensen zich waarschijnlijk zullen afvragen of u dat wel verdient, hè? U bent niet de eerste, hoofdinspecteur. Er zijn er genoeg die mij op straat naroepen, kindermoordenaar, zatlap. Dat ik mijn straf heb ontlopen, heeft er niet aan geholpen. Nee. Maar u begrijpt ook dat vanuit het standpunt van de slachtoffer... Ik weet wat ik gedaan heb, dat is verschrikkelijk. Ik weet het. Maar is er eigenlijk ooit iemand die zich afvraagt hoe ik mij voel? Mijn leven is gestopt op het moment dat ik dat kind daar op straat zag liggen. Misschien had hij Meersman moeten laten doen. Dan was ik er nu vanaf geweest. Waarom heeft hem u dan als laatste op zijn lijst gezet? Nou, ik weet het niet. Misschien omdat ik veranderd ben. Ik ben bij de AA. Ik heb sindsdien geen druppel meer aangeraakt. Man, dat was echt ongelooflijk, die mond-op-mond beademing. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik had dat wel al eens gedaan tijdens de opleiding, zo op een plastieke pop, maar nog nooit in ticht. En was het een beetje een schoon, madame? Nee. Maar ik heb me niet moeten forceren. En? Nog nieuws van Hendrik Meersman? We hebben een signalement naar alle diensten verzonden en er komt een opsporingsbericht op televisie. Op televisie? Dat is goed, hè? Meer kunnen we voorlopig niet doen, toch? Morgen, hè? Dag, Rob. Chef. Ik ben ook weg. Salut, hè? Jo. Zeg, Rob. Oh, sorry. Heb jij geen goesting om morgenavond iets te gaan drinken? In de cirk? 8 uur? Ja, waarom niet? Oké. Ivo?
dat nu mogelijk? Dat huis werd toch bewaakt? Ja, 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 het is goed, het is goed. Ivo, ik kan weer niet ontbijten, hè? Geen probleem, de mens wordt dat gewoon. Hier. Ik dacht dat jij kleren ging kopen. Dat heb ik gedaan. Dat meisje van gisterenavond, die werkt bij de CNA. Nee, 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 Tom, serieus. Ik heb me ook niet van mijn schoonste kant laten zien. Hey, kom, vergeten en vergeven. Vergeten en vergeven. Ze is waarschijnlijk binnengekomen langs de achterdeur. De agenten hebben niks gezien, maar ze hebben wel dit gevonden vanmorgen op de keukentafel. Er zat een DVD. Houd u vast. Ah. 16 oktober, dat is al een paar weken geleden, hè? Inspecteur Van In. Zoals u kon zien, heeft Peter van Kerkhoven nog altijd een alcoholprobleem en vormt hij een groot gevaar op de weg. Als de rechters hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan moet ik het zelf doen. Peter van Kerkhoven verdient te sterven. En u zal dit niet tegenhouden. Er klopt iets niet, hè? Meersman zou nooit het risico nemen om hier een DVD achter te laten die hem zomaar had kunnen posten. Hetzelfde geldt dat de politie hem gewoon opgepakt. Ja, of hij had iets nodig om de zaak af te maken. Iets wat je niet in de winkel kunt kopen, die spierontspanner. Wow. Jullie doorzoeken het huis hier, hè. Vooral de praktijk van Meersman, ja? En wat zoeken we juist eigenlijk? Simpel is, Meekes. Iets dat wij niet kunnen vinden omdat Meersman ons voor was. Kom erop. Is lief, houdt die gast nu nooit op? Hij moest eens weten. Dat was 2 weken geleden, vriend. Zo loop ik niet rond als ik alleen maar een colaatje gedronken heb, hè? Dat was de eerste keer in 4 jaar tijd. Ik zweer het u. Waarom zouden wij dat niet geloven, hè? Mijn vriendin had mij die een dag verteld dat ze zwanger was en ik heb een paar vrienden opgezocht om dat te vieren, ja. Chef, het transport is er. Ja. Kijk. Mijn mensen brengen u nu naar een safehouse. En daar kunt je blijven tot wij die Meersman hebben opgepakt. Ja? Kom aan. Bedankt.
Nee, niks. Op het eerste gezicht is er niks verdwenen, maar ja. Allee, jullie gaan eerst. Kijk, we gaan rustig naar die auto lopen. Wij lopen gewoon naast u en er kan niks gebeuren, oké? Okay? Kom maar. We hebben een mugteam nodig, zo snel mogelijk politiebureau centrum. Politie, uit weg, uit weg, kom maar! Stop, 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 stop! Ça va? Gaat het? Ja, niet. Kom aan, blijf erbij, blijf erbij. Gaat het? Blijf erbij, kom aan, Peter, blijf erbij. Kom aan, shit, man! Waar blijft die ambulance? Godverdomme! Sorry, spijt me. Nee. En ik heb juist hetzelfde gedaan als vorige keer. En potverdomme, hè. Vlak onder onze neus. Allee, kom aan, mannetjes. Hè? Je hebt geprobeerd Van Kerkhoven te redden. Dat is niet gelukt. Dat is jammer. Maar je hebt de advocaten wel gered. Hè? Dus dat is toch niet zo slecht? Kom aan, we gaan iets drinken. Ik trakteer. Kom. Ach, ja, sorry, commissaris. Ik heb al een andere afspraak. Ik heb ook plannen. Dus ik ga even naar huis een douche pakken en volgende keer. Ja, je gaat het misschien niet geloven, maar... Jawel, ik ga het wel geloven. Laat mij raden. Je hebt ook een afspraak. Ja. Allee, stap het af. Vanin, ik heb nog ergens een fles staan. Er is één ding dat ik niet begrijp, Roger. Die meesman plant van in het begin alles heel nauwkeurig. Maakt geen enkel fout. En dan ineens laat hij het moordwapen achter op de plaats delict. Heel korpsjes naar hem op zoek. Hè. We zullen hem vinden. Oh, misschien is dat juist wat hij wil. Misschien wil hij juist opgepakt worden. Waarom komt hem zichzelf dan niet aangeven? Want ik denk dat hij nog één ding moet doen. Die fles, hè. Jou ook te goed. Het was insuline. Overdosis. Even dodelijk als spierontspanner en met dezelfde symptomen. Maar ja, jullie dachten dat het spierontspanner was. En dus heeft de spoeddokter het suikergehalte niet gecontroleerd. Wat ik me nu afvraag is of dat je nu beter bevoelt. Nee. Maar ook niet slechter.
Hallo. Wat is dat? Wit wijntje. Voor mij ook een wit wijntje, alstublieft. Ik wist het, hè. Ik wist dat het ging gebeuren, dat je ging zwichten voor mijn charmes. Tom, ik... Dank u wel, dank u. Het is niet waar, hè. Nee, nee, niet doen, maar misschien ziet het ons niet. Smeekes, wat doe jij eigenlijk? Rob, ik zou aan u juist zelf kunnen vragen, man. Mannekes, ik kan het uitleggen, maar misschien moet je eerst even gaan zitten. Wilt jij iets drinken? Whisky. Een dubbele whisky, alsjeblieft. Wat ik wou zeggen. Eerst en vooral, sorry voor de manier waarop, maar ik vrees dat ik jullie nooit aan dezelfde tafel had gekregen anders. Kijk, wat ik wil zeggen, ik vind jullie alle twee, echt waar, hele fijne gasten, echt supergoeie collega's. Maar, zoals ik denk, nee, ik weet zeker dat ik niet hetzelfde voel voor jullie als dat jullie dat voor mij voelen. Zoals, kijk, ik wil gewoon dat dat kinderachtig gedoe van de laatste dagen, dat dat stopt, oké? Oké? Ja, oké, ja. Dat is goed, dan kunnen we klinken. Nee, je gaat eerst alle twee uw agenda aan mij geven. Dan kan ik daar iets inschrijven voor mama en papa. Santé. Tjie. Maar jij zit er ook vroeg bij. 7 uur, lichten aan, 7:30 ontbijt. Spiegelaar van Melet. Ja, kijk. Ivo, ik apprecieer dat heel erg, maar ik ben nu al te laat. Geen probleem. Hier, hier, drink dat tenminste niet fruit zo. Ja. Zo. Dat is goed. Kom. Ik ben blij dat je zei. Straks, hè? Ja, tot straks. Hé, wel, Ivo? Voor mij een omelet. Kom in orde, Ivo. Die smeekjes, te lang naar de late night poker liggen kijken. Nee, veel straffer. Oh, je maakt me curieus. Hoor, ik was er gisteren op straat aan het lopen. Ik kom ineens twee bloedmooie Italiaanse grieten tegen en die vragen of ik goed...
Goedemorgen. Goedemorgen. Goh. Oh man, jij zit er ook vroeg bij. 7 uur, lichten aan, 7:30 ontbijt. Spiegelaar van Melet. Ja, kijk. Ivo, ik apprecieer dat heel erg, maar ik ben nu al te laat. Oh, geen probleem. Hier, hier, drink dat tenminste niet fruit zo. Ja. Zo. Dat is goed. Kom. Ik ben blij dat je zei. Tot straks, hè? Ja, tot straks. En wel, Ivo? Voor mij noemen dit. Kom in orde, Ivo. Goedemorgen. Chef. Chef. Wat is Meggis? Te lang naar de late night poker liggen kijken? Nee, veel straffer. Oh, je maakt me curieus. Hoor, ik was er gisteren op straat aan het lopen. Ik kom ineens twee bloedmooie Italiaanse grieten tegen en die vragen of ik goesting heb in een trioken. Je zei dan zeveren. Nee, nee. En dan heb ik naar mijn goede vriend Rob de Maag gebeld voor advies. En hij zei tegen mij dat ik beter in mijn bed zou kruipen, want dat ik anders vandaag te moe zou zijn. En dan heb ik heel de nacht wakker gelegen en beseft dat dat advies van Rob de Maag op geen zak trekt. Sorry, hè, vriend. Ik heb altijd gedacht dat prinsessen graag kikkers kussen, maar deze prinses blijkbaar niet. Nee. Zeg, mannen, de naam Freddy Verstraeten, zegt jullie dat iets? Nee. Geachte hoofdinspecteur, Freddy Verstraeten verdiende te sterven. Hij zaaide dood en verderf in het bos van Lop. Ja, van in. Wat blieft? Oké, we komen eraan. Toch niet Freddy Verstraeten? Ja. En staat er toevallig geen naam onderaan die brief? Wauw, inspecteur Rob de Maagd. Wat een topspeurwerk. Zeg, wat is dat allemaal, joh? Dat is niks. Dat waait wel weer over. Vind je, Dominique? Leo? Ja? Zelfmoord kunnen we uitsluiten, neem ik aan. CO-vergiftiging? Hoogstwaarschijnlijk wel, hè. Maar ja, daar heb ik pas zekerheid over na het bloedonderzoek. Tim, ik dacht dat dat niet meer ging met die wagens van tegenwoordig. Jawel, jawel. Het duurt alleen wat langer, hè. En alles was goed afgeplakt. Goed voorbereid en precies uitgevoerd. Zo heb ik het niet graag. En hij was de eigenaar van die garage hier. Ja, hier. Zijn naamkaartje. Best wel grappig. Freddy, sterk in zwart werk. Dat is wel goed nieuws, hè. Kunnen we tenminste de ontevreden klanten al uitsluiten. Allee. Courage, hè. Ja. Dag, mannen. En dat was 2 weken geleden? Ja. Oké, dank je wel. Geen computers te vinden bij Freddy Enterprise. Ja. En naar een boekhouding zullen we ook lang kunnen zoeken, vrees ik. Ik denk dat ik iets heb. 2 weken geleden had Freddy problemen met een paar groene jongens. Die hebben zijn poort geblokkeerd en hij heeft ze bekogeld met versleten autobanden en zo. Misschien zijn ze wel teruggekomen om zich te wreken. Hoe belachelijk is dat? Waarom zijn er weer belachelijk, Smeekes? Rob, die gasten gaan hier niet open en bloot demonstreren om dan 2 weken later terug te komen om iemand van kant te maken, hè. Of we een debiel moeten zijn om dat te geloven. Hey, gaan hij een tutter, ja, kwak. Zeg, zal het gaan, jullie twee, ja. Zo gaan we die zaak niet oplossen, hè. Allee, Rob, jij blijft hier. Misschien zijn hier nog wel andere getuigen te vinden. Hè? En jullie twee naar het bureau, kom. Nee. Ik wil alles te weten komen over dat bos in Loppen. Kom aan, en zonder zeveren, hè. Hoe staat het met de zaak Verstraeten?
Niet goed, hè? Proces-verbaal over het bos van Loppem. Blijkbaar heeft Freddy daar een stuk bos gekocht en alle struiken en kleine bomen verbrand en daar dat volgestouwd met autowrakken. En dat zijn nog PV's over illegale verbrandingen en het doorboren en verwijderen van uitlaten. Nu, drie van die PV's zijn er gekomen na een klacht van een zekere Jacques Carlens. Is toch wel iets, hè? Ik weet niet. Van In. Dag, hoofdinspecteur Van In. Zeg, wat had u gedacht van een kabeljauwhaasje op een bedje van lentegroentjes voor vanavond? Huh? Ja. Ja, dat klinkt goed, hè? Zeg, dat mag ook wel een beetje enthousiaster, hè? Tegen een uur of zeven? Zeven uur? Ja, dat kan. Ja, dat is goed. Allee, tot dan, hè? Ja, dag. Bon, waar waren we? Zeg, die commissaris. Die blokkades, die waren toch redelijk serieus, hoor. Want er zijn behoorlijk wat klappen over het weer gevallen. Een van de buren sprak zelfs over doodsbedreigingen. Dat heb ik gezegd? Ja. Maar spijtig genoeg was het wel altijd Freddy die schreef dat hij ze ging overhoop schieten. En het ook namen? Ja, eentje. Jacques Carlens of Carlens. En dan nog een paar beschrijvingen. Ze moeten met een man of 4, 5 zijn geweest. En een van de buren die had een topbeschrijving. Drie hadden half lang haar. En ene... Dat is een spichtige, graatmagere kleine jongen. Weet je dat? Ik heb onze Freddy eens gegoogeld en ik heb een zeer interessant artikel gevonden over de blokkade. En er worden vier van die groene jongens geïnterviewd. En ze staan er alle vier in met naam en toenaam. Is dat zo? Als je het dan toch allemaal zo goed weet, hè? Los het dan zelf op, ja? Het werk, konijn. Smeekens en Cox, ik wil zoveel mogelijk van die gasten in mijn verhoorkamer. En vandaag nog, hè. Kom aan. Dwergkonijn, wat is het allemaal? Het is zoals we dachten. CO-vergiftiging. En weet je ook sinds wanneer? Vannacht tussen 2 en 4. Maar er is nog iets. Ik heb in zijn bloed restanten gevonden van een spierontspanner. Geen grote dosis, maar genoeg om hem weerloos te maken. En hem zonder tegenstand vast te tapen? Ja. Zo'n spierontspanner, kunnen we dat gemakkelijk krijgen? Ja, maar niet zonder voorschrift. Natuurlijk, ziekenhuizen hebben dat. Hè? Anesthesisten gebruiken dat veel. En veeartsen. En voor de rest vingerafdrukken of andere sporen misschien? Nee. Nu, wie het ook gedaan heeft... Hij wist wel waar hij mee bezig was, hè? Dat is goed, hè, Van In. Dan heb je ook je job, hè? Nog één vraagje. Zo'n spierontspanner. Blijft je dan bij bewustzijn? Ja, in deze dosis wel. Je hoort en je ziet alles, maar je kunt niet bewegen. Je kunt zelfs niet met je ogen knipperen. Bedankt. Ja. Ik heb dat stuk bos in Loppem zelf nog niet gezien. De karren zei dat ze de toegang van... is de karren? Jacques. Jacques Carlens. De karren zei... dat ze de toegang van een garage gingen blokkeren. Ik vond dat wel cool. Ik vond dat wel cool, de toegang van een garage blokkeren. Mag ik dat opschrijven als motief van de blokkade? Waar waart je tussen 2 en 4 vannacht? In mijn bed. En is er een vriendinneke of een vriendje dat kan bevestigen? Fuck you, nerd. Heb jij lief? Ja, natuurlijk. Heeft er iemand tijdens de blokkade gesuggereerd dat Freddy beter dood zou zijn? Ja, de karren. Die heeft dat zeker eens gezegd. Jacques Carlens. Die heeft gezegd dat Freddy beter dood zou zijn. Je hebt hem nog niet ondervraagd, hè? De karren. Nee, waarom? Omdat je anders zo geen stomme vragen zou stellen. Rustig, rustig. Kunt je via uw werk of uw vrienden gemakkelijk aan verdovende middelen geraken? Via de karren zou dat wel lukken. Een veearts die heeft die dingen toch wel in huis, zeker? Dus de karren is veearts? Ja, en dan? Hij zou tijdens de blokkade ook geroepen hebben dat Freddy beter dood was geweest. Ja, hij bedoelt dat niet zo, hè. Hij wilde zeggen dat beter was dat alle mensen dood waren. Oh, is dat zijn ideaal? Een wereld zonder mensen? Ik zie dat we elkaar begrijpen. Hé, hey, gast, waar waren je tussen 2 en 4 vannacht? Aan het werk. Een kalfje in stuitligging, dat is altijd riskant. En kunt u gemakkelijk aan spierontspannende middelen geraken? Zeker. Ik gebruik Pavillon voor de lange ingrepen en Mioplegine voor de korte. Mioplegine, dat werkt ongelooflijk snel.
Zeg, uw medeblokkeerders die beweren dat u Freddy Verstraeten met de dood bedreigde. Dat zou me verbazen. Je hebt toch gezegd dat hij beter dood zou zijn? Dat is niet hetzelfde. Klopt niet helemaal, hè, meneer Carlens. Kijk, je ziet er mij niet echt het type uit dat garages zou gaan blokkeren. Weet u waarom er de laatste tijd zoveel misloopt, inspecteur? Omdat de mensen die weten waarom het misloopt, zich opsluiten binnen de muren van hun huis en niets doen. Die blokkade heeft er niks mee te maken. Nee. We zijn nu gewoon aan het zien of dat er nog andere aanklachten tegen die Freddy zijn ingediend. Het is nou zo. Voor ik het vergeet, is lekkere maat. Heel lekker. Merci. Mag ik blijven? Ik moet blijven. Wat ik raar vind, is dat die moordenaar je op voorhand een brief stuurt. Nou, niet achteraf, hè. Dat is een enorm risico, hè. Stel dat die een brief te vroeg aankomt, dan is de kans groot dat je hem op Peterdal betrapt. Het is alsof dat hem spelletjes aan het spelen is. En dat is wat mij ook zo ongerust maakt. Je denkt dat er nog aan komen? Ja, daar ben ik bang voor. Is er zeker? Ja, maar het is goed. Ik kom. Ja, sorry, Ivo, maar een tweede lijk. Zelfde dader? Waarschijnlijk, ja. Allee. Hey, oh. Ik denk dat tenminste in vitamintjes, hè. Zeg, en koop dus wat kleren, hè, want... Wat is daar mis mee? Ik ben blij dat je terug bent. Sorry voor gisteren. Het zal niet meer gebeuren, hoor. Uh-huh. En, wat hebben we hier? Mark Descamps, zaakvoerder van dat spel hier. Het is de moeite, hoor, want zoiets heb ik nog nooit gezien. Een infuus? Ja, van 40% alcohol. Gegarandeerd dood. Hè? Eerst in coma en daarna uiteindelijk dood door het uitvallen van het ademhalingsstelsel. En dezelfde tape? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Mensenlief. Ik heb met een paar van de werknemers gesproken en volgens hen had de basisgeurs drankprobleem. Een garagist die stikt in uitlaatgassen. Een alcoholieke dan een infuus met overdosis. Wat probeert die gast ons te vertellen, joh? Geen idee. Maar Jelle en Tom onderzoeken nu of de twee slachtoffers elkaar kenden. Mm. En of er eventueel een verband bestaat tussen hen. Laat een Tom die computer binnenstebuiten halen. Hè? Als er een link is tussen die twee, dan moeten we daar zo snel mogelijk achter komen. Anders dan kunnen we ons morgen aan nummer 3 verwachten. En Leo, probeert er iets achter te komen of dat er weer spierontspanner is gebruikt. En zo ja, welk merk, want dat is voorlopig ons enig spoor, hè? Hey, come on. Elke seconde telt. Ja, Tomke. Ja. Ja, is goed. We komen eraan. Er is een tweede envelop. Geachte hoofdinspecteur Van In, ook Mark Descamps verdiende te sterven,